Blog 4. 7 fabels over het spreken. Mijn moeder was een natuurtalent als actrice bij de Nieuwe Amsterdamse Comedie in het Centraal Theater op het Rembrandtplein in Amsterdam. Van haar erfde ik de creativiteit in hoe jij jezelf kunt presenteren. Ze leerde me telefoneren. Mijn moeder speelde de glansrol van haar leven in Gieren op het Veilig Nest en de goudschat van Robertus jeugdtoneel Tom Poes en Oliver Bommel van Marten Toonder. Ik ben 9 jaar oud en ontdek hoe ik op de basisschool, toen nog lagere school, in een toneelstuk mijn stem vrij tot aan de achterste rij in de zaal kan laten klinken. Daar is lef voor nodig, maar mijn moeder moedigt me aan. Je kunt het. Dus durf ik luid te spreken op dat toneel en met succes. Er waren nog geen microfoons, maar ik leerde dat je gewoon verstaanbaar bent voor het publiek als je voor je eigen gevoel heel erg overdreven roept. Zou jij zo in een huiskamer durven roepen? Wat maakt dat het acceptabel klinkt voor de mensen in de zaal die minimaal 2 meter van je afzitten, tot aan 30 meter op de achterste rij? Dat is dat jij je hele stem gebruikt. Niet een klein stukje hoog boven in de resonantie in je hoofd. Niet het middelste gedeelte rond je strottenhoofd en borstbeen. Niet het geluid dat je laag vanuit jouw ribbenkast en buik laat klinken. Nee, je bent gewoon goed te verstaan omdat je deze 3 delen van je stem tegelijk gebruikt door de natuurlijke beweging van de ademhaling. Die had ik toen nog vanzelf als kind van een moeder die actrice was. Later, toen ik in de puberteit kwam, had ik spraaklessen nodig om hetzelfde gevoel te bereiken. Op die leeftijd, vanaf 9 jaar, ging ik heel erg nadenken over wat ik voelde en durfde niks meer als ik niet wist hoe en waarom en wat ik moest doen om een goede stem te hebben. Ik had een zangopleiding aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam nodig en moest een songfestival winnen om het zelfvertrouwen te krijgen en te snappen hoe een stem in een grote zaal werkt. Heb jij wel als vanzelf je woordje leren doen toen je als volwassene je eigen bedrijf begon? Fabel nummer 1. Je kunt niets doen aan verlammende podiumangst. Je kunt van verlammende podiumangst nuttige, gezonde plankenkoorts maken door de natuurlijke beweging van de ademhaling te leren en te begrijpen en te oefenen. Je hebt een gezonde spanning nodig om scherp te zijn, te weten wat je gaat zeggen en interactie te kunnen hebben met het publiek, omdat je kunt improviseren. Je kunt een opmerking parkeren en daar later op terugkomen. Want als je kunt schakelen, onthoud je wat er is gevraagd of gezegd over een onderwerp waarvan jij weet dat het later in je verhaal ter sprake komt. Dan haak je erop aan, praat het uit en je publiek is tevreden met het antwoord. En jij bent daar dan op jouw beurt heel blij mee.